Vandaag in het Groene Oosten aandacht voor de Dag van de Duurzaamheid. En in Gelderland zijn ook heel veel activiteiten. Daarnaast gaan we kijken bij de stadsnomaden in Nijmegen. En hebben we natuurlijk een ecotip. Maar eerst een ontbijtje. Jawel, dus vroeger op de fiets voor een ontbijtje bij de regio-spinner van Urgenda, de milieuorganisatie. Kijk, hey, André. Al. Goedemorgen. Nou, ik heb een ontbijtje voor je neergezet. Nou, dat is lekker. Ja, ik denk, ik pak eens uit met de extra lekkere broodjes. Die heb ik natuurlijk niet iedere dag, maar op de dag van de duurzaamheid. Hè? Dan moet het allemaal even goed, hè? Dan moet het goed gaan gebeuren, ja. Drukke dag. Hier voor Gelderland hebben we alleen al 48 activiteiten. En dat praat alleen over Gelderland, hè? Dag van de Duurzaamheid. Ja. Door jullie eigenlijk bedacht. Door ja. Is dat belangrijk? Hebben we zo'n speciale dag nodig? Nou, laat ik zeggen, het was belangrijk. Het is nog steeds belangrijk, maar het was eigenlijk nog veel belangrijker toen we begonnen 7 jaar geleden. Hmm. Want toen was duurzaamheid nog iets van, dat was een beetje voor de elite, hè, en de grote bedrijven waren er wel mee bezig. Maar het moest nog echt landen bij heel veel MKB-bedrijven en bij mensen zelf. Maar als je nu 7 jaar later kijkt, het gaat allemaal vanzelf. Ja. Jullie hoeven niet meer zoveel te doen. Nee, eigenlijk is dat ook de doelstelling, ja, dat het een overbodige dag wordt. Dat het zo ingebed in ieders mind zit. Ja. En dat zijn we langzaam aan het bereiken. Maar vandaag een leuke dag. En vandaag gaan we er een hele leuke stap voorwaarts maken. Maar eerst even niks, hè? Maar eerst even lekker ontbijten, ja? Dankjewel. De Dag van de Duurzaamheid is tevens de start van Low Car Diet. Deelnemers maken 30 dagen lang alleen maar gebruik van duurzaam vervoer. Daarom hier in Arnhem bij Arcadis, want die doen ook mee. Wat gaat er gebeuren nu? Nee, we gaan nu naar buiten toe, want we gaan eerst nu de aftrap doen en snel. Want we gaan nu kijken wie het snelste aan de andere kant is. En degene die wint, die krijgt 2 dagen lang een Tesla mee. En die kan dus echt de nieuwe mobiliteit ervaren en doen. Oké. Okay. Hebben jullie meer ruimte nodig? Waar mogen zij voor, joh? Ja, dat is toch altijd zo? Dat zit er in hakken. Ik go! Zo, we zien we gaan, joh. Die wil winnen. Nou, wie heeft er gewonnen, Niels? Wie is de winnaar? Nou, nee, zo'n exact. Dat is gewoon mooi. Oh, sorry. Vertel even, low carb diet. Waarom is het zo belangrijk? Nou, voor de regio Arnhem-Nijmegen, om het gewoon even heel concreet te maken hier. Als je kijkt naar de gezondheidseffecten van vervoer in en om de stad, die zijn echt gigantisch. We hebben natuurlijk net Volkswagen gehad, waarbij iedereen weet dat schone diesels bestaan gewoon niet. Nee. Dus het is gewoon een fata morgana. Precies. En dan zie je gewoon dat je als mensen weer op de elektrische fiets gaan, het openbaar vervoer, een vol elektrische auto, dat het absoluut kan. Dat het geld oplevert, maar dat het ook regelrecht voor jouw gezondheid, voor mijn longen. Iedereen denkt dat het ver weg is dan CO2 is, ergens in Timbuktu. Het is gewoon hier. Het is niet ver weg en we moeten daar zelf echt slagen in maken. En wat we vandaag doen, waarom wij het zo belangrijk vinden. 1, wat kunnen mensen zelf doen? Bijna 1980 begrip, weet je wel, wat kan je zelf doen? Ja. 2, wat kunnen bedrijven doen? En 3, wat kan de overheid doen? En dat betekent ook dat de overheid hier in de regio veel kan doen. Bedrijven kunnen, je moet het op al die 3 niveaus doen. En daarom is zoiets als vandaag extreem belangrijk. 30 dagen lang nemen ze niet de auto, maar doen ze iets duurzaams. Ja. Is dat goed genoeg? Ja. Het is maar 30 dagen. Nee, blijven ze dat doen? Ja, dat is het grappige. Je ziet als mensen eenmaal een keer een elektrische fiets hebben geprobeerd, of 1 keer weer het OV hebben genomen, of weer een keer een elektrische auto, dat we zien dat mensen daarna 30-40% structureel hun gedrag al gaan wijzigen. Dus ja, het werkt. Oké. Okay. Nou, ik ga weer verder, maar we nemen eerst even een kijkje in Apeldoorn. En daar hebben vrijwilligers een evenement georganiseerd met de duurzame held. Nou, wij willen graag dat mensen zich bewust worden dat je anders met afval om kunt gaan. Dat je veel minder afval kunt kopen, maar ook dat als je afval hebt, dat je dat opnieuw kunt gebruiken, zodat je het niet meteen weg hoeft te gooien. En een voorbeeld hiervan is dat we kinderen gewoon met eierdozen laten knutselen. En dat vinden ze gewoon hartstikke leuk. En dat is het belangrijkste.
Duurzaam leven is niet vervelend, dat kan ook gewoon hartstikke leuk zijn. Ik ben deze processor uit elkaar aan het halen. Wij willen de kinderen vandaag bijbrengen dat de grondstoffen schaars zijn. En dat die grondstoffen in producten zitten. En dat je die, als je die eruit haalt, weer de grondstoffen kunt hergebruiken. Ja, de schroefjes, de processors. Ja, je kan dit geloof ik allemaal wel gebruiken in de computers. Oké, nou, je hebt er wel verstand van, heb ik het idee. Niet eens heel erg, maar ik zie gewoon schroefjes en ik denk dat kan lossen dus. Wij organiseren dit met 5 enthousiaste Apeldoorners, helemaal vrijwillig. Dat doen we omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat we een stap vooruit zetten om duurzamer te leven. Als je ziet, ik heb zelf een dochtertje van 4, je wilt de aarde gewoon goed nalaten. En wil je dat doen, dan moeten we toch echt anders gaan leven. En we proberen met deze manifestatie te laten zien dat dat ook op een hele leuke manier kan. Spieren. Het is spieren, kijk, ze hebben honger. Voel dan niet zo zacht. Ja, het is lekker warm, hè? Ja. Wij zijn een workshop aan het houden over duurzaamheid. Daar leren we de kinderen over zonne-energie eigenlijk. Doordat ze een batterijtje sluiten ze eerst aan op een propellertje. En dan zien ze dus dat door elektriciteit, zoals ze eigenlijk ook wel weten, iets kan gaan draaien. En dan vervangen we het batterijtje door een zonnepaneeltje, zodat ze zien dat energie dus ook van een andere bron kan komen die wel duurzaam is. En dat je dan eigenlijk hetzelfde ermee kan bereiken, dus dat het propellertje gaat draaien. En dan om het een beetje op een speelse manier aan te pakken, sluiten we op het einde sluiten we een rekenmachientje op aan en moeten ze proberen de som uit te rekenen. En als dat is gelukt, verdienen ze een certificaat van een duurzaamheidsscanner. Ja, je merkt dat ze het leuk vinden, ook dat op de basisschool krijgen ze gewoon niet zo heel veel les in techniek. En dat heb ik zelf ook gemerkt toen ik naar de middelbare school ga, dan begint dat eigenlijk pas. Dus je kan wel merken dat het nieuw voor ze is en dat ze het leuk vinden om er meer over te weten. Je moet er wel echt heel veel geduld voor. Het meest bijzondere van vandaag is dat we de prijsuitreiking hebben van de duurzame held van Apeldoorn. We hebben een prijsvraag uitgeschreven. Hoe kun je nou je afval hergebruiken? Zo goed mogelijk, zo leuk mogelijk, zo duurzaam mogelijk. En daar hebben we allemaal inzendingen op gekregen. En vandaag wordt bekendgemaakt wie de winnaar gaat zijn. Goedemiddag, ik ben Harry Pigge, een duurzame held. En ik hou niet van weggooien, blijkbaar dat deze schoenen. Ik wou mijn vriendin wel weggooien, ik wou er toch nog iets leuks van maken. Kom maar naar binnen, ik heb nog veel meer. Dit is mijn pelletkast, compleet gemaakt van afvalhout. Zelfs de kleerhangers zijn gemaakt van afvalhout. Ik mag graag fietsen, dus ik heb er een mooie fiets van gemaakt. Dit was een oude boom, die heb ik omgezagen. Daar heb ik een leuk tafeltje van gemaakt. Een poppetje van een oude balk en alle drinken, ja, dat zetten we op een stukje oud hout. Maar hiervoor ben ik genomineerd voor mijn afvalstation. Ik heb het afval gescheiden van grijs afval tot plastic afval. Nou ja, en je hebt een tafeltje, wil je ook nog een keer thee zetten of wat koffie met wat kopjes. GFT en plastic flessen, die kunnen we hierin kwijt. Nou, als je het wil vervangen, gaat erg makkelijk. Klik je hem weer terug. Nou, ik doe mee aan de wedstrijd omdat ik het belangrijk vind dat mensen ook inzien dat je eigenlijk van afval heel veel leuke dingen kan maken. En dat afval niet per se afval is. Een stuk hout, je kunt er meer van maken dan een stukje kachelhout. Je kunt er leuke kastjes van maken of poppetjes of stoeltjes of kastjes. Ga je winnen? Ja, ik ga winnen. Ik ben Ingrid Arendsen, ik ben kunstschilder, maar dat is niet de reden waarom ik meedoe aan de verkiezing van de duurzame held. Dat is omdat ik een tas heb gemaakt. Ik heb een tas gemaakt van een borduurwerk van mijn moeder, wat zij ooit gemaakt heeft met heel veel liefde en aandacht. En dat heb ik gecombineerd met de oude spijkerbroek van mezelf en een sjaaltje van mezelf, gewoon allemaal dingen hergebruikt. En nu heb ik een tas die helemaal naar mijn zin is en ik draag altijd iets van mijn moeder bij me. Ik ben Wijnand Zwart. Ik was even de elektrische auto van mijn 4-jarige dochter aan het testen. En gemaakt van wat oude materialen. En, misschien wel leuk om te zien. Wordt aangedreven met een tweetal ruitenwisselmotoren. Gewoon uit de auto. Ik ben duurzame held in verband met een ander project. Loop je even mee? Dit is een poppetje. Je kan wel zien,
haar gezichtje is gemaakt van een remschijf. De onderkant, de voet, zeg maar, zodat ze stevig staat, is ook een remschijf. Haar lichaam is een uitlaatdemper. Nou, armen en benen is ook allemaal uitlaatdemper. Een ring erin, zodat er leuke plantjes erin past. En ik heb het gemaakt voor mijn buurvrouw. De buurvrouw werd jarig, ze is een zoveel jaar. En op de uitnodiging stond, ja, cadeautip, iets ouds. Oude rommel. Nou ja, wat doe je dan? Dan kan je natuurlijk wel naar een rommelmarkt gaan of wat dan ook. Maar ik denk, ik wil zelf wat proberen te verzinnen. Nou, ik breng er even weer terug. Volgens mij begint de buurvrouw haar al te missen. Zo, Truus staat weer op het plek. Wil jij aanwijzen, wie is de eerste? Ja? Harry Pitt is de eerste. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik denk dat ik gewonnen heb omdat ik een duurzaam idee heb. Ja, het is voor veel mensen toepasbaar. Ik denk veel mensen zien ook pallets en oude dingen liggen en kunnen er eigenlijk zien het puur als afval of kachelhout, terwijl je er eigenlijk veel meer mee kunt doen. En dat ook, ik denk dat een beetje de doorslaggevende factor is geweest. Op deze dag ook een heuse klimaattop. Maar dan voor kinderen. Mooi hier. Goed bezig. We gaan de verkeerde kant op, hè? Nee, we moeten naar de wc. Moet je naar de wc? Snel dan, hè? We zijn nou in de raadzaal en dit is serieus, hè? Want hier bepalen ze over onze toekomst. Wat? Stil. Klimaattop voor kinderen. Nou, de Klimaattop voor kinderen is georganiseerd voor scholen hier in Arnhem. Er doen 4 scholen mee met 7 groepen. En die kinderen hebben zich de afgelopen weken verdiept in problemen rond afval en energie. Ja. En vooral hebben ze heel erg nagedacht over oplossingen daarvoor. Het idee is een windmolen. Zonnepanelen op. Ja. En als die dan draait. Wie wil het vertellen? Allebei. En als die draait, dan maakt die ook energie. En maakt hij schoon drinkwater. Oké. Als je telefoon leeg is, dan schijnt de zon op de zonnepaneel en dan laat je telefoon op en verbruik je geen energie. Waarom is je dat nog niet? Dat is ideaal, joh. Ik zit altijd te martelen met dat ding. Ja, nou, omdat wij er nu zijn. Kom maar, die wil ik. Goed idee. Kinderen zijn heel creatief in het bedenken van oplossingen, denken vaak heel anders dan wat volwassenen dat doen. En de uitdaging die zij hebben gekregen is van bedenk is iets heel nieuws waarmee je een stukje van het probleem van afval of energie oplost. Het is eigenlijk een soort van speeltuin en door de beweging van een trampoline of een schommel gaat het onder de grond naar een batterij. Oh, we wekken met z'n allen hier energie op. Ja, en die batterij die maakt dan weer energie voor lampen in de school ofzo. Nu zijn er enkele kinderen hier, waarom is dat? Van elke klas die mee heeft gedaan, is er één groepje die een oplossing heeft voor afval en één groepje die een oplossing heeft voor energie. Die zijn hier naar het stadhuis gekomen en er is een jury die gaat die ideeën beoordelen. Dat is het toch al? Nee, wij hebben bedacht dat er statiegeld op blikjes kan komen en je doet gewoon je blikje hierin en dan krijg je zoals je hier ziet 10 cent. En jij bent van de actiegroep? Ja, wij gaan roepen, hè? Wij willen. Wij willen schone wijken. Alle ideeën gaan straks mee in de trein naar de klimaattop in Parijs. Heeft dat invloed wat er hier allemaal gebeurt op de klimaattop in Parijs? Ja, ik denk het wel, want je kunt niet heen om de kinderen. Want het gaat uiteindelijk om hun toekomst. En kinderen zijn met hele creatieve ideeën gekomen. Dus ik denk dat je daar niet omheen kan en dat dat wel meegenomen moet worden. Tot zover alle activiteiten van de Dag van de Duurzaamheid. En Gelderland was lekker actief bezig. Met z'n al die kinderen ook wel oké dat het even rustig is hier hoor. Jongen, jongen. Ik ben Ruud Koornstra, ik ben ondernemer in duurzaamheid, een activistisch ondernemer, noemen sommige mensen mij ook wel. Ik ben bezig met toch de systemen een beetje te veranderen, industrie shifts te realiseren die uiteindelijk moeten resulteren in een mooiere wereld. Nou, we zijn nu onderweg naar een pisfabriek. Daar zetten ze urine om in bruikbare stoffen. En die zit een beetje verstopt op een industrieterrein in Zutphen, dus daar moeten we even heen fietsen.
De volgende link. Ik heb de LED-lamp met mijn bedrijf in de wereld geïntroduceerd. De gloeilamp verspilde 98% van zijn energie. De LED-lamp was 90% zuiniger. We hebben genoeg kennis om met 12 miljard mensen op deze aardkloot te kunnen leven. Er is niks aan de hand, we moeten alleen anders organiseren. Goeiedag. Ruud Koornse. Gerrit-Jan van der Pol, GMW. Het is vandaag Dag van de Duurzaamheid. Dat is een initiatief van Urgenda en ik ben ambassadeur bij Urgenda vanaf het eerste uur. En uiteindelijk wat we willen is duurzame initiatieven in de etalage zetten. Laten zien in Nederland wat er al gebeurt. Nou ja, het is toch een beetje de geur van een toilet waar 400 jongens het ernaast hebben gedaan, weet je. Ik kan het niet ontkennen. Na de weegbrug kunnen vrachtwagenchauffeurs storten in twee diepe putten. En dan storten ze de stront en de pies van de provincie Gelderland, Overijssel. Dus dit komt uit mijn wc? Dat denk ik, ja. Ik woon in Eefde, dat is vlakbij Zutphen. En er staat hier een fabriek waarvan mensen willen zeggen, wat doen ze daar dan? En die fabriek die verwerkt slip uit het riool, dus eigenlijk ons poep en plas, tot bruikbare producten. Nou, wat je hier ziet is de stront van Nederland. De stront van Nederland. Ja. Restant uit een afvalwaterzuivering. Ja. Het is gewoon blubberig materiaal. Ja. Wat wij ermee doen is indikken. Daar hebben wij dit voor nodig, hout. Als ik het opmeng met hout, dan kan ik de lucht erheen blazen. Om te komen tot een beetje een korrelige substantie zoals je daar ziet. Een hartstikke mooi spul. En wat maak je dan? Wat we maken is met een moeilijk woord ammoniumsulfaat. En dat is een vloeibare kunstmest, met name gebaseerd op de stikstof die hierin zit. Die hebben we eruit gehaald. Het ruikt naar grond, naar bietjes een beetje. Uit de lucht die wij door dat slip blazen zit heel veel ammoniak in. Vroeger werd dat gewassen met water van afvalwaterzuivering. Ja. Dat kwam daar weer in het afvalwater, moesten zij het er weer uithalen. Ja. Nu doen we het zelf en we maken er vloeibare kunstmest van. En dat is zo'n goede markt geworden van een groot probleem naar een nieuwe markt, ja, dat wij hier nu gaan uitbreiden. Nou ja, dus de conclusie voor mij is eigenlijk dat poep en plas goud waard is. Het is waardevol, het is geen afval meer. Maar heb jij zelf daar nog afval? Nee, dat is gewoon 100% wordt benut. Dus of het water wordt eruit gehaald. Nou, dat gaat aan de waterzuivering, wordt ook schoongemaakt. Ja. En de vaste stof die wordt benut om energie uit te halen, warmte. Wat er overblijft gaat naar een verbrandingsinstallatie. Komt energie uit? In de buurt komt energie uit, komt warmte uit. En dan hou je alleen nog een heel klein beetje as over. Ja. En dat wordt weer toegepast in betonproducten of in asfalt. Nederland is betrokken bij 65-70% van de duurzame innovatie. Als heel klein landje. Dat is dus heel goed. Maar we zijn ongelooflijk slecht in de implementatiekant. Dus wij kunnen het niet te gelden maken. En soms wel, hier gebeurt dat dus wel. Duurzaamheid is handel. Maar de wereld draait toch om handel? Dat is ook zo. Wat hier gebeurt is een stap in de beschaving dat we als bedrijf wel geld mogen verdienen. Nee, je mag rijk worden wat je wil, maar jij draagt bij. Als jij als een slimme ondernemer ontwikkelt, geld investeert en dit soort dingen doet en de wereld een beetje beter maakt, dan ik hoop dat hij heel rijk wordt. Want hoe beter de wereld wordt. Is er ook een wc hier? Duurzaam leven is voor de meeste mensen nog best lastig, want we houden toch van de nodige luxe. Dat lijkt voor de stadsnomaden in Nijmegen totaal niet te gelden. Die doen er alles aan om maar zo duurzaam en verantwoord mogelijk te leven. En dat doen ze hier. Ziet er prachtig uit. Tim? André. Je eigen ecodorp hier? Jazeker. Zal ik jou eens even rondleiden? Ziet er mooi uit. Ja. En dit is jouw home sweet home? Ja, dit is mijn eigen koophuis. En we kunnen wel even binnenkijken. Dan kan ik laten zien dat ecologisch wonen eigenlijk helemaal niet zo zwaar hoeft te zijn. Hier woon ik al een geruime tijd in en in feite kom ik niks tekort. Nee. Ik heb voor de harde winters die we toch niet hebben in Nederland, heb ik een bakbeest van de kachel staan. Daar gooien we allemaal afvalhout in en dan hou je het prima van. En daaronder heb ik allemaal mijn instrumenten en gereedschappen. En je ziet, er ontbreekt niks aan luxe. Nou, kan je wel even laten zien waar al die stroom dan vandaan komt, vooral die luxe. Ja, ja, goed hier bezig. Hier heb ik een grote jongen hangen en dat is echt verbazend hoeveel stroom daar vanaf komt. Ja? En die play? Ja, we maken gebruik van een composterend toilet. Je gaat gewoon op z'n Frans poepen. Echt waar? Ik ga hier overheen zitten. Ga je maar eens even lekker zitten. En nu, maar dan ga je er overheen leunen en hier tussendoor... Ja, in principe de houding zorgt voor een goede stoelgang. Dat is echt
Je bent snel klaar. Maar dit is best wel heftig toch? Dit is echt back to basic. Nou, ja, dat zou je zeggen, maar door de zithouding, door in dat hokje te zitten, ben je heel snel klaar. En eigenlijk, als ik nu op een gewone toilet zit, dan weet ik eigenlijk niet wat ik daar zit te doen. Echt waar? Ja, zo snel raak je eraan gewend. Maar snap je dat misschien sommige mensen denken, jee, maar dat je zo wil leven, dat mensen daar zo naartoe kunnen kijken? Ja, je moet je voorstellen dat de luxe van het toilet, die hebben wij eigenlijk met z'n allen nog niet zo heel erg lang. Dit is gewoon, eeuwen heeft men gebruik gemaakt van zo'n toilet. Dus ja. Dat zit al in ons systeem. Dat is, mensen hebben behoeften en die doen dat. En in principe is dat maar een heel klein momentje van de dag dat je dan inderdaad niet heel erg in een luxueuze badkamer zit. Ja, maar die luxe is er. Maar jij vindt dat dus eigenlijk overbodige luxe? Nou, wat het is dat een toilet is helemaal niet zo ecologisch. Daar gaat heel veel schoon drinkwater doorheen. En de rioolzuivering, waar al die behoeftes naartoe gaan, dat is een heel intensief proces om dat weer schoon te krijgen. Dus dit is dichter bij de natuur en het is ook gewoon ecologisch duurzamer om het zo te doen. En dat is wat je met elkaar ook eigenlijk wil, die footprint eigenlijk die CO2-afdruk die wordt hierdoor heel erg klein. En hier? Moestuintje? Ja, moestuin. We zijn erg laat in het seizoen hier aangekomen. Dus het is nu een beetje wat tomaatjes, een klein mini perenboompje. We zijn nu bezig met de kruiden. Onderdeel van zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn? Ja, in feite om zelfvoorzienend te zijn van de moestuin moet je een hele grote moestuin hebben. Ja. En wij krijgen al ons eten uit andere bronnen, waar het eigenlijk als afval is bestemd. Okay. En dat laat ik je straks even zien wat we allemaal hebben gekregen al gisteren. Maar we moeten nu eigenlijk ook even naar de biologische bakker, want daar kunnen we nu brood op halen. Hiermee gaan we naar de bakker? Ja, dat lijkt mij wel de duurzaamste oplossing nu. We moeten hier links en dan is het om het hoekje. Hallo, ik kan de broodjes ophalen. Jongens, een brood! Nou kijk, hier is de kookploeg bezig. Kijk, voor het goed, eten bezig straks. Goed. Oké. Nou, in principe hadden we jou ook een snijtaakje toebedeeld. Zeg maar, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja, er lag nog een pak zooi die op zich wel gesneden kon worden. Oké. Okay. Want hoe kom je hier nu aan? Dit wat jij hier allemaal ziet, is allemaal eigenlijk uit de afvalbak. En je ziet om hoeveel, wat voor grote hoeveelheden het gaat. En hoe in prima staat het allemaal nog gewoon is. Ja, maar daar kijk je wel op, want we eten wel even zeg maar hygiënisch voedsel nu, wat in dichte verpakking zat en dat soort dingen. Ja, je kunt hier ook in de bak zien, dat zo komt het aan. En dit is gewoon nog het is koud gebleven, koud geweest, dus dat is nog prima groente. Het is gisteren allemaal geskipt, hè? Dus in één middag is dit allemaal... Geskipt noemt hij het, dat heet zo, hè? Skippen. Ja, wij noemen dat skippen in onze jargon. Het bij elkaar vergaren van je producten. Maar dus elke keer afwachten van wat je gaat koken, want je weet niet wat je vindt. Zoals. Nee, dat is zeker. De container bepaalt ons menu. De container bepaalt het menu. Het is bijna gewoon poëzie. Dit is waar je het voor doet, met z'n allen hier zo eten. Het is prachtig om die mensen zo te zien eten. Eten brengt elkaar ook wel een beetje bij elkaar. Het is heel erg moeilijk dat eigenlijk op zo'n mooie manier duurzaam ecologisch wonen vaak alleen maar kan in Nederland, een vrij progressief land, als je de stoute schoenen aantrekt. We zijn echt vanuit de kern nomaden en dat hebben we ook met z'n allen afgesproken. Zodra we echt in de weg zitten, gaan we weg. Zo zijn we ook hier weer terechtgekomen. Het liefst zouden we ook van tevoren gewoon iets gereguleerds willen hebben, dat we een vergoeding kunnen betalen of een grond kunnen huren. Maar dat is voor ons als woongroepje niet mogelijk. Nee. Die mogelijkheden zijn er nog niet. Terwijl het toch een zeer innovatief iets is, een zeer vernieuwend en ontzettend duurzaam en ecologisch. Wat is het verhaal hiermee? Jij wil hem erop gooien, maar ik denk die stemelementen kunnen wij nog wel gebruiken. Oh, hij is weer van hergebruik, hè? Hé, hey, leef je uit. Kijk, mag jij die op vuur gooien? Dan pak ik deze jongen. Deze manier van leven, wat moeten wij hiervan leren? Wat wil jij overbrengen? Ik denk vooral dat mensen open gaan staan voor dit soort projecten. Kijk, er is genoeg braakliggende grond in Nederland en ook in onze gemeentes. En sta open voor projecten als deze, voor mensen die het op een andere manier willen aanpakken. Voordeel dat niet direct, maar kijk eens wat het behelst en kijk wat er mogelijk is en hoeveel gezelligheid erbij komt kijken. Ja. Maar ik heb jou vandaag eventjes meegenomen om te laten zien wat het allemaal behelst. Thanks man. Volgende week weer een nieuwe aflevering van het Groene Oosten met bijzondere duurzame initiatieven uit onze provincie.